Hans. Dienstdoof, ja. Wil je ook wat van de berg een beetje pakken, Rob? Beetje inzoomen en zo. Dan probeer de camera stil te houden. Niet te lachen. Al heel lang. Hoe lang wil jij, Dick? Jaren 5, 6 geloof ik. Zeker wel. Ja. We kennen elkaar al lang, hè? Ja. Meest, hè? Ja. Ja, ach ja. En u doet ook mee aan die avond op 21 maart? Om uitvoering te... Nee, dat niet. Nee. Ja. Het rode lampje brandt. Nou, we gaan nu de berg op. Ja. En we gaan achter de berg naar beneden. Ja. Daar waar de grenzen zijn. En Rob neemt ons nu mee naar boven. Ja, naar boven, naar Glamourland. Waar gaan we dan? Dan gaan we nu. Nu dus. Nee, jongen, want we moeten nog dag. Even de mensen thuis ook laten meegenieten van die in de rij staan. Is daar in de hoek ons hotel, helemaal beneden, verder inzoomen gaat het. Ja. Celestica aan je achterzee. En zo hoog zitten we dus.
En dat is flink. Dus de aankomst van de hoogste licht van Agenkirch. Hoe hoog weten we niet, maar we zullen zo laten zien hoe hoog dat het is. Punt op mijn skis. Hop. Ja. Ik ski gelijk rechtdoor, Monique. Kijk, en dan meestal is het gebruikelijk om hier over de rand te kijken. Nou, en daar zijn we dus gisteren geweest. Dat is het gedeelte waar we gisteren zijn geweest. Ik zal nog even inzoomen. Eens kijken of het lukt. Ja, en het is niet te zien. We kijken hieruit over dit gebergte. Ja, dat zijn wel onze sporen. Flink hoog. En onze sporen zie je nog ergens helemaal beneden staan. Even kijken of we dat nog scherp kunnen stellen. Waar zie je ze? Ja. Heel ver in de diepte. Ja. Nou, ik heb ze in beeld. Schitterend. En daar hebben we dus gisteren geskied. Dat is een van de weinigen. Waar we ook nog vier gemzen hebben gezien. Al waren het wel stipjes. Halleluja. Je bent echt een beetje geniel aan het worden, hè, Rob? Wil je er nog op, zakjoepel? Zal ik er even op schijten? Mannen. Oh, kijk, dit is mijn vriend. We hebben die sporen gemaakt daar beneden. Ja. Ja. Die hele korte. Dat zijn de sporen die we... We gaan Ja, dag. Een ongerept stukje natuur achter bij Agenkirch, waar zelden mensen komen. Nou ja, zelden. Erik Stokroos. Het is werkelijk onbedorven sneeuw hier. Alleen mijn sporen zie je nog maar staan. Dit is dus de tiefsneetechniek van Erik Stokroos. Niet volleerd nog. Maar het is niet makkelijk nu. Aha! Zo heavy, man. En uw commentaar? Juist, heavy. Maar wel lekker. Simone. Go, Simoontje. Stijlvol. En beheerst. Afsluiting is iets minder. Maar een stuk de boeien, heel mooi, man. Met de bochies.